De man die voor mij absoluut het meest zichtbaar was, dat was Jesse Klaver. En ik moet zeggen, vroeger zei ik over GroenLinks, dat was mijn vaste grap. GroenLinks, dat is een beetje ja, het publiek bij Lingo. Je ziet ze nooit, ze doen nooit mee. Alleen vanuit de achtergrond een beetje groen roepen. Maar dat is echt veranderd. Hij was onrustig, jongen. Hij heeft echt ADHD, die Jesse Klaver. Hij zat maar te pulken en te doen. En hij gebruikte dan geen drugs, maar Ritalin, dat kan echt geen kwaad. Want hij ging lopen, pulken, lachen. Op een gegeven moment ging hij ook weglopen. Dat gaan we geloof ik zo zien. Hij is geloof ik denk 8 of 10 keer weggelopen. En dan kwam hij weer terug en had hij weer wat gerommeld en geregeld. En ik vond het ook wel leuk. Dat gaat over zijn neus. Hij gebruikt zijn neus als stressbal. Hij zit er zo'n beetje... Vond ik zo grappig. Hij zat er zo lekker mee te kleien en te rommelen. Dan moet ik wel zeggen, Erik Wiebes die doet smerige dingen met zijn neus. Die zit echt te peuren en balletjes te draaien. Ja. Jezus, alsjeblieft. Ja, hij dacht ook, in Groningen mag ik niet meer boren. Oh, alsjeblieft. Kom maar hier. Alsjeblieft.